In Nederland is ophef ontstaan over mogelijk schadelijke stoffen in het rubbergranulaat van de kunstgrasvelden. Wij gingen op bezoek bij de voorzitters van DVG en ODC en vroegen hen om een reactie. Ook gingen we in Liemde de straat op om te polsen wat de mening van de inwoners is. Wat vind jij er nou van de berichtgeving over dat rubbergranulaat wat erin schijnt te zitten? Ja, ik heb wel iets over gehoord dat het slecht blijkt te zijn, maar ja, we spelen er al heel veel jaren op kunstgras, overal in Nederland, dus ja. Het houdt jou niet tegen? Nee, mij niet. Hey, hallo, stop, hey. Vraag. Ja. Wat vind jij van alle commotie rondom het kunstgras, wat je nou overal ziet, leest en hoort? Stom. Hè? Stom. Want maalgras is veel fijner. Oké. Okay. Die korretjes, zwart korretjes. Ja, dat bedoel ik. Ja, ja, maakt niet veel uit. Ik voel het zelf niet meer. Nee. Maar eerst wel, gewoon gras. Maar wat vind je ervan dat het misschien gevaarlijk zou zijn? Ja, heb je wel gelijk in, ja. Want het is schif. De laatste dagen spreekt de media volop over kunstgrasvelden en de mogelijke kankerverwekkende stoffen die in de rubbergranulaat zitten. Toon, hoe is het hier de stand van zaken? Nou ja, goed, zoals wij ook vernomen hebben, is er inderdaad veel ophef in de media ontstaan over het gebruik van SBR-invul. De nieuwe velden die wij hier hebben, zowel bij DVG als ook Bokstel en ODC, die zijn van hetzelfde type SBR, dus de rubberen korrels. En ja, wij volgen ook de ontwikkelingen op de voet wat dat betreft. En ja, wij vinden dat er eigenlijk geen sprake moet zijn van paniekvoetbal. Want in de hele verhalen blijkt dat er gewoon echt te weinig onderzoek is gedaan. En ja, wij wachten die berichtgeving verder af. Wordt er ondertussen hier gewoon op het kunstgras doorgevoetbald? Ja, wij vinden dat er ook volgens de richtlijnen van de KNVB, die ook te vinden zijn op hun website, gewoon op kunstgras gevoetbald mag worden. We hebben een nieuw veld wat voldoet aan de normen die daarvoor staan. En natuurlijk zijn wij ook bezorgd voor de ontwikkelingen. Maar op dit moment vinden wij het te voorbarig om maatregelen te nemen om zowel het voetbal dus helemaal, en de trainingen dus niet meer op kunstgras te laten uitvoeren. Er zijn een tweetal ouders geweest die via ons algemeen e-mailadres hebben gereageerd. Dat komt ook omdat wij op de website nog geen informatie hadden geplaatst. Dat is inmiddels wel gebeurd. Mm-hmm. En ja, we hebben dus die ouders ook geïnformeerd dat wij daarmee bezig zijn. Maar vooralsnog dus geen reden zien om niet meer te trainen of niet meer te spelen op het kunstgrasveld. Zijn er dan ook ouders die zeggen mijn kind komt voorlopig niet op het kunstgras spelen? Die berichten heb ik nog niet gehoord. Wij hebben ze dus geïnformeerd en met die informatie hebben ze op dit moment voldoende. En wij zullen dus inderdaad ontwikkelingen verder volgen om te kijken van welke kant gaat het op. En als we dus of van de gemeente, die overigens eigenaar is van het veld, en van de KNVB dus instructies krijgen om uiteraard niet meer te voetballen dan op het kunstgras, dan zullen wij ons daaraan conformeren. Nu las ik vandaag op internet dat een club in Groningen met een speciale, hele grote, supergrote stofzuiger alle rubberkorrels eraf laat halen en daarvoor kurk in de plaats gaat storten. Had je dat ook al vernomen? Nee, ik heb het niet gehoord. Ik heb het vandaag wel gehoord om inderdaad een manier te vinden om het rubber dus eruit te halen. Maar vergeet niet, er zit 120.000 kilo rubber in een veld. Daaronder zit een zandbed. Dus je moet toch wel een hele grote super stofzuiger hebben om dat eruit te halen. En je hebt dus 120.000 kilo aan rubber erin zitten. Dus dat is een hels karwei, denk ik, met dito kosten. En dat is een goed streven. Maar vooralsnog vinden wij dat de berichtgeving en de onderzoeken van die tot op heden beschikbaar zijn eigenlijk onvoldoende reden geven. En wij zullen ook bij de gemeente aan moeten kloppen om te kijken van welke kant dat het op gaat. Want is de gemeente in deze die bepaalt omdat die eigenaar is? Ja, de gemeente is eigenaar van de velden. Wij huren onze velden, niet alleen maar het kunstgrasveld, maar ook de grasvelden. Die huren wij van een stichting die inmiddels tussen ons en de vereniging, of tussen ons en de gemeente is geplaatst. En die stichting die beheert in feite het sportpark plus het onderhoud.
Dus we hebben dus in dit geval met meerdere partijen te maken. Maar vooral de gemeente die in feite eigenaar is. En van de gemeente hebben we ook de velden gefinancierd gekregen. Dus, ja, want zo lang is het nog niet geopend hier, hè? Nee, in feite hebben we het nog niet eens geopend. Oh. Dus misschien dat we dat in dit kader nog wel even uit moeten stellen om daar feestelijk over te doen. Bokstel heeft het geopend tegen de vriendschappelijke wedstrijd tegen DVG. Met wethouder Erik van den Broek in dit geval was daarbij aanwezig. Dus ja, misschien dat we de feestelijkheden dan maar even uit moeten stellen totdat er meer duidelijkheid is over het gebruik ervan. Dus, Stel nou dat er een besluit zou komen dat rubber moet eruit. Dan moet kurk of zand of ik weet niet wat voor in de plaats komen. Draaien jullie dan voor de kast op? Nee. Nee, de gemeente. Ja, in principe wij allemaal. Dus de gemeente is... Maar goed, ik denk dat er ook misschien de aannemer of de leveranciers verantwoordelijk worden gesteld voor het leveren van een niet veilig product. Dus ja, dan begint het getouwtrek tussen partijen. En ja, wij als gebruiker, ja, denk ik niet dat wij voor de financiële kosten op kunnen draaien. Nu zijn er inmiddels al wel wedstrijden gespeeld, hè, op het, op het veld. Wat zijn de bevindingen? Want het is nieuw hier, hè? Ja, het is nieuw. Op zich is het veld heel goed ontvangen. Een veld moet ook zijn beste kwaliteiten krijgen of zijn beste specificaties krijgen na een aantal wedstrijden, CQ maanden, omdat dat rubber ook weer in moet zakken. Dus op zich zijn de reacties positief. Nu is het dus wachten op de onderzoeksresultaten, maar dat kan nog maanden duren. Ja, dat kan nog inderdaad maanden duren. En het RIVM denk ik dat toch wel prioriteit zal stellen aan het onderzoek. Alleen daar moeten ook weer bepaalde regels voor opgesteld worden. Wat is er nodig voor het onderzoek? Hoe lang gaat dat duren? Gaat het werken weer met proefpersonen? Worden die over langere tijd gevolgd, ja of nee? Dus, ik denk dat het nog wel een tijd zal duren voordat er echt daadwerkelijk een uitslag zal komen over het kunstgras. Of dat het nu wel of niet veilig is. Nou, jij lijkt er in ieder geval heel relaxed onder. Nou, weet je, ik wil het niet bagatelliseren. Ik vind de gezondheid is een gemeengoed. We hebben vandaag eigenlijk, hebben het vooraf over gehad, een beetje een gemengde dag gehad. Ook over gezondheid. En ik vind gezondheid wel belangrijk. Alleen ik vind dat we niet aan paniekvoetbal moeten doen. En moeten reageren op resultaten, uitslagen van onderzoeken. Voor zover die niet bekend zijn, ja, is het goed om op kunstgras te spelen, denk ik. Wat vind jij van de commotie rondom de ophef eigenlijk rondom die granulaatkorrels in kunstgrasvelden? Ik weet er eigenlijk niet voldoende van. Mijn kinderen spelen alle twee op kunstgras. Maar ik denk dat het enigszins overdreven is. Dat we niet meteen alle sporten stil hoeven te leggen. En dat we gewoon lekker even door kunnen gaan met sporten. Ja. Wacht je nog de onderzoeken af met extra oplettendheid? Of? Ja, ik denk dat wel gaat gebeuren. Tenminste, ja, vanuit het hockey las ik al die mededeling op de site. Dat ze het in de gaten houden. En ik denk dat ze dat met voetballen ook zullen doen. Ze zullen geen risico's nemen, dat geloof ik niet. Nee, maar vooralsnog kunnen jouw kinderen gewoon lekker doorsporten. Ja. Heren, jullie hebben vastgelezen in de krant of op het nieuws gezien dat kunstgras, dat mogelijk slecht zou kunnen zijn voor de gezondheid. Dat daar rubber in zit en mogelijk zou dat niet goed zijn. Hebben jullie daar iets van gehoord of gezien? Nee, ik heb er niks gehoord of van gezien op het nieuws. Maar ik denk dat het een broodje aapverhaal is. Want? Want het is kunstgras. Hoe schadelijk kan het zijn? Ja, er zitten schijnbaar rubberkorreltjes gestrooid in het gras. En in dat rubber zou mogelijk een schadelijk stofje kunnen zitten. Is jullie niet bekend? Rubber zit ook in laarzen. Wat jij? Ja, ik vind het een beetje stom dat ze van de gemalen autobanden zijn gemaakt. Dat het gewoon een kwestie van geld is, dat ze daar niks aan doen. Wat vind jij? Ik vind het een beetje stom over... van gemalen autobanden is en dat ze er niet iets van vervangen van wat geen schadelijke stoffen bevat. En bedoel jij dan misschien natuurvriendelijker? Ja, voor kurk. Die korreltjes, hoe zie jij dat?
ja, ze blijven eigenlijk overal wel in zitten en dat vindt als man wel minder fijn. Maar ja, ik vind het op zich, het speelt op zich wel fijn. Ik vind het niet zo heel erg om op te spelen. Nee, maar nu heb je misschien de laatste dagen wel gehoord en gelezen dat er mogelijk een kankerverwekkend stofje in die rubberkorreltjes zit, ook hier in Lienden. Ja. Ja, wat vind je daarvan? Ja, ik weet niet of dat ik het wel, ja, het zou op zich wel kunnen. Maar ja, ik speel dan ook al jaren op en ja, ik heb er nog nergens last van. Dus ja, ik weet niet. Je bent niet bezorgd? Nee, niet echt. Je speelt lekker door? Ja. Wat speel je voor sport? Ja, ik speelde voetbal. Oh, ja, nou door mijn knie kan dat niet, maar ja, ik kom door het groeien, ik kom niet door het kunstgras. Ja, want ik moet de camera een heel eind omhoog richten. Ja, het is hard gegaan deze zomer met groeien. Oh, nou. Hey, hartstikke bedankt. Fijne dag, hè? Ja, hetzelfde. Ja, het eerste wat we gedaan hebben is natuurlijk via een appje de bestuur met elkaar in contact gebracht om te kijken hoe gaan we hier nou mee om. Want uiteindelijk, we hebben binnen het bestuur deskundige mensen, maar niet op dit terrein. En je wilt toch op een gegeven moment, als zoiets gebeurt en het overkomt je in één keer op een dag, de goede dingen doen. Nou, heel snel kwamen we erachter via het bestuur van, hey jongens, wat moeten we nou doen? En we kozen toen toch om de lijn van de KVB te volgen. Die was? De lijn van de KVB was, we gaan nader onderzoek doen. We doen dat samen met de RIVM. We doen dat samen met de Voedsel- en Warenautoriteiten. En ja, op een gegeven moment ging daar ook nog de minister Schippers overheen. En die zei ook van, jongens, laten we eerst nou eens goed onderzoek doen. Nou, zij heeft daar een aantal bureaus voor ingeschakeld en ze heeft ook getracht, of in ieder geval gevraagd, probeerde dit jaar af te ronden. Nou, dat is vrij snel. En ik denk dat we aan de hand van hetgeen wat daar uitkomt uiteindelijk straks moeten zeggen, hey jongens, wat moet er gebeuren? En als er dan ook maar een klein sprankeltje kans is dat er werkelijk iets uitkomt wat schade kan hebben voor kinderen bijvoorbeeld, dan is het gewoon afgelopen en dan moet er iets gebeuren. Maar tot die tijd weet ik het niet. Wat was jouw persoonlijke reactie toen je dat, toen je dit hoorde? Persoonlijk is het vooral verontrustend, want ja, er wordt er al wel, ik denk, ruim 10 jaar gespeeld op kunstgrasvelden in Nederland. We hebben nooit iets gehoord dat het inderdaad ook een bepaalde ziektes met zich mee zou brengen. Je schrikt daarvan, ik heb ook de uitzending bekeken. Maar je kunt er op dat moment niks mee doen, omdat het te ver van je afstaat om er ook een oordeel over te kunnen vormen. Nu is het zo dat, ja, dit is nog niet zo, het is nog niet zo ontzettend oud, het is hartstikke nieuw. Dit is hageltje nieuw. Ja. Hageltje nieuw. En het zou natuurlijk eeuwig zonde zijn als we het af moeten breken. Ja. Maar goed, als straks blijkt dat er toch iets aan de hand is, ja, dan rest ons niets anders. Goed dan ook. En dan zullen we ook natuurlijk met de gemeente in overleg gaan. En kijk, we hebben uiteindelijk ook gehandeld in overleg met elkaar. En met de kennis van toen gekozen. Nou, als er andere kennis komt, dan zullen we daar naar moeten handelen. Nu is het volgens mij zo dat in Lienden en in Bokstol dezelfde velden zijn gelegd met allemaal dezelfde ingrediënten. Ja, het granulaat wat hier is gebruikt is bij zowel Bok als bij DVG en Liemde hetzelfde spul. Hebben jullie met z'n drieën gezamenlijk ingekocht? Ja, we hebben inderdaad toen overleg gehad met elkaar. Er is ook een commissie benoemd en die hebben ook andere velden bekeken in het land. Ja, met de kennis van toen en de kunde hebben we op het eind gekozen. En in goed overleg ook met de Bokstol en met DVG. Ik heb op internet gisteren gelezen dat in Groningen het rubber eruit gaat en met een stofzuiger en dat er kurkkorrels voor in de plaats komen. Zie je dat bijvoorbeeld ook zitten op termijn? Ja, ik vind het echt te voorbarig om dat nu te doen. We hebben ook in de afweging mee moeten nemen of je legt alles stil. Maar ja, dan zijn er voor ODC zeg maar 600-700 mensen, kinderen, volwassenen die niet kunnen sporten. Wat leg je daarvoor beslag op? Is dat voorbarig? Ja, dan hebben we toch op een gegeven moment gekozen voor de lijn die het ministerie volgt, Edith Schipper en de KNVB, van jongens, laten we even het onderzoek afwachten en niet overhaast maatregelen nemen.
Zijn er ook ouders die hun kinderen thuis hebben gehouden? Ik heb gisteravond nog even geappt met het bestuur of er bijzonderheden waren geweest. En ik heb daar niks op teruggehoord, alleen maar van dat het vanmorgen ons standpunt was, dat ik daar goed moest verwoorden. En ja, het is toch een kwestie van, ik heb ook één mailtje gekregen, die is ook netjes beantwoord. En als er vragen zijn, voor wie dan ook, ja, laat ze komen, laat ze erover praten. Dat is geen enkel probleem. Stel nou dat er mogelijk toch op termijn blijkt dat er iets niet in orde zou kunnen zijn. Wie draait er dan voor de kosten op? Dat vind ik eigenlijk op dit moment nog niet zo belangrijk. Want stel dat het zo zou zijn dat het eraf moet en dat het eruit gezogen moet worden en dat er inderdaad kurk of een andere granulaat op moet, dan zullen we in overleg met de gemeente gaan kijken hoe het moet. En hoe het ook went of keert, als het niet goed is, dan gaat het eraf. En wie het dan betaalt, daar vind ik weer een fase verder. Daar komen we dan met elkaar uit, daar ben ik van overtuigd. Maar is het zo dat de gemeente eigenaar is van dit sportveld en dat daar een beheerstichting is? Nee, de gemeente heeft de sportvelden aangelegd voor alle. Dat doen ze in feite ook bij DVG en ook bij Boksel. Draagt het over aan de stichting en de stichting beheert het en verhuurt het vervolgens aan ODC. Dat is de constructie. Dat zijn best ingewikkelde constructies en het is natuurlijk altijd als je iets moet gaan afbreken wat pas nieuw is, ja, daar zitten dan kosten aan vast. We weten ook met z'n allen dat een kunstgrasveld maken met een ander ingrediënt erop, een andere granulaat, daar is ongeveer 20.000 euro mee gemoeid. Dat zou alleen al voor ODC 60.000 euro zijn, maar dat is nog even los van het spul wat dan afgevoerd moet worden. En dan voelt het al aan. Daar komt er ook nog eens 3 keer 20 ton granulaat vanaf, ook weer afgevoerd dient te worden. Dus ja, daar zullen we niet gelukkig van worden. Maar nogmaals, als het maar om 1% veiligheid in de weg staat, dan zullen we daar absoluut niet voor terugdeinzen. Voorzitter Ties Pronk van RKSV deelt het standpunt van ODC en DVG. Eerst de verdere onderzoeksresultaten afwachten. Mocht blijken dat er kans is op gezondheidsrisico's, dan zullen de rubberkorrels vervangen moeten worden.